Hey, welkom bij de New Life Church allemaal. Welkom bij Facebook en bij Christ Channel. Laat je inspireren door het bovennatuurlijk woord van God. En dan zal je zeggen, ja maar Pastor Hans, je zegt altijd bovennatuurlijk woord van God. Dat klopt, het woord van God is bovennatuurlijk. Het woord van God is op zo'n wijze dat de wereld het niet zou kunnen begrijpen, maar wij als kinderen Gods weten waar we het over hebben. Maar voordat ik ga prediken, wil ik eerst de Heer vragen om mij te inspireren. Vader God, ik vraag de Heer dat u mij inspireert met uw geest. Want Heer, ik heb u nodig. Want zonder u, Vader, kunnen we niks doen. Maar met u zijn we meer dan zo overwinnen. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u ook vanavond de mensen aanraakt, ook mij aanraakt, ook mij bemoedigt, de mensen bemoedigt en de mensen zowel geneest, Vader. Heer, ik dank u wel voor wie u bent in ons leven en ik dank u wel dat u nog zoveel gaat doen voor ons. In de machtige naam van Jezus. Amen. Vandaag ga ik het ook even een beetje hebben over negatief denken. Zou je denken, ja dat klopt, negatief denken. Negatief denken is de grootste struikelblok op weg naar succes. Als je gaat kijken naar de verkiezingen, dan zie je dat PvdA, wat heeft hij een nederlaag geleden? 10 zetels geloof ik Jan, zoiets. Veel meer. 29 zetels zijn ze naar beneden gegaan. Weet je, dat kost hun banen. De persoon die de campagne opgezet had, die werd in één keer overspoeld met negativiteit. Dat zie je wel vaker vandaag aan de dag. Wij hebben ook daarmee te maken in ons dagelijks leven. Ja, ik denk, als ik jullie zou vragen, denk je wel eens negatief? Ik doe het wel eens. Doen jullie het ook wel eens? Vandaag toen kwamen jullie allemaal binnen. En toen was het eigenlijk al een beetje dat sommige mensen een klein beetje negatief gingen praten. Maar ik denk van nee, we moeten in het huis komen met gejubel en gejuich. We moeten zorgen dat we onze negatief denken, dat we dat stoppen. Ja, als je in de spiegel kijkt, hoe slank je bent of hoe dik je ook bent, je bent altijd al negatief over jezelf. Of niet? Ja, wie is het probleem daarvan? Ben jij dat? Ja? Kijk, de mensen die Joshua en die Caleb, die hadden er ook mee te maken, hè, naar het beloofde land. Hè? En nummer 1. Er waren dus 10 mensen die waren heel erg negatief. En er waren maar 2 mensen die waren positief. Gelukkig luisteren ze niet naar die 10, maar luisteren ze naar die 2. Prijs de Heer ervoor. En daardoor gingen ze het beloofde land ook in. Maar er is iemand die niet wil dat jij je beloftes op je leven gaat krijgen. En dat is de duivel. Dus wat probeert hij? Hij probeert jou elke keer een beetje negatief te maken. En te gaan zeggen van nou, zou jij er wel gekomen? Nee. Waarom is het zo moeilijk om negatieve gedachten te doorbreken? Wie zou mij dat kunnen vertellen? Hoe kan dat? Dat negatieve gedachten zo moeilijk is om te doorbreken, om ermee te stoppen. We zijn allemaal stil vandaag. Omdat het vaak moeilijker is om positief te denken. Negatief denken is makkelijker. Makkelijker? Makkelijker. Ja. Omdat je niet loslaat. Juist, je laat niet los, goed zo. Ja, dat is het. We moeten, kijk, de Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Dus dat is juist het mooie. En we moeten zorgen dat we de oude patronen in ons leven, dat we die gaan stoppen. Het heeft eigenlijk te maken met altijd weer die visuele cirkel, waar we vaak in zitten. En dan denken we aan het eind van de maand van, oh, ik heb weer niks over, of ik wil dit doen en het lukt me weer niet. Of ik wil meer afvallen en het is me weer niet gelukt. Ach, lieve schat, ik heb het ook al zoveel jaren dat ik het wil. Mijn vrouw die heeft alleen maar een pondje extra om van te houden. Tuurlijk. Het is niet altijd makkelijk. Maar we moeten zorgen dat we dat stoppen, dat negatief denken. Kijk, in Johannes 8 vers 44, daar staat dat de duivel is de vader des leugens. Hij probeert je gewoon altijd op het dwaalspoor te zetten, die duivel. Dat probeert hij continu. En dan zal hij zeggen, nou geloof je dat wel? Kijk, vanavond ga ik ook bovennatuurlijke dingen ga ik vertellen.
Maar ik stel je eerst voor aan Lucifer, hij zit op de eerste rij. Daar zit hij. En er zijn heel veel mensen die luisteren. Ja, jullie zien hem vandaag nog niet. Maar er zijn heel veel mensen die luisteren wel naar hem. Want hij zegt straks tegen jullie allemaal, geloof je wat die prediker zegt? Geloof je dat? Nee, moet je niet gaan geloven. En jullie luisteren vaak allemaal naar hem. Ik ook hoor, ik luister ook af en toe naar de duivel. Maar dat moeten we niet doen, hè. Hoe beginnen we met positief denken? Hoe denk je dat het moet? Is er wonder voor nodig? Is er wonder voor nodig om je negatieve denken te stoppen en dat om te zetten in positief denken? Daar is een wonder voor nodig. De Bijbel die spreekt er ook over dat we hebben de vernieuwing nodig. Want zodat een man is in zijn hart, zo is hij. Dat zegt de Bijbel. Zodat iemand in zijn hart denkt, zo is hij. Dus als je negatief over jezelf denkt, dan ben je eigenlijk ook negatief. Dus sponsor dat eruit alsjeblieft in de naam van Jezus en nog wel vanavond. Stop met negatief denken en laat je inspireren. Wat positief denken je oplevert. Dus relaties zullen makkelijker worden, zullen makkelijker gaan, doelstellingen zullen makkelijk bereikt worden. Want je hebt een andere positieve zelfbeeld van jezelf. Kijk, er zijn heel veel bedrijven die in de crisis, dat ze zeiden van nou weet je wat, mijn buurman gaat failliet, de overbuurman van gaat failliet en morgen ga ik failliet. En hij ging ook failliet. Omdat hij het ook uitsprak. Dus wat je uitspreekt, dat zal je ook ontvangen, hè? Weet je dat? Maar prijs de Heer, halleluja, we mogen groeien in bovennatuurlijk geloof. Hè, en dat is belangrijk. Het groeien in bovennatuurlijk geloof is erg belangrijk. Het geloof bestaat niet alleen uit het accepteren van Jezus. Weet je dat? Sommige mensen die denken van ik accepteer Jezus in mijn leven en dan is het allemaal klaar. Dan is het er. Dan ben ik er. Nee, dan begint het pas. Want ik wil jullie meenemen naar Romeinen 12, vers 2. En dit is dus de tweede stap wat we nodig hebben in ons leven. De tweede stap. En er staat daar in principe en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dus we waren eigenlijk gelijkvormig aan deze wereld, waren wij gelijkvormig aan deze wereld, toen we Jezus nog niet hadden. Maar dan zegt Paulus daar, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen de wil van God, wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Als je dat ziet, dat je weet wat de wil van God is in jouw leven, zal je gaan zien dat er heel andere dingen gaan gebeuren in jou. Dan zal je gaan zien dat God jou gaat trainen. Een wandel met de Heer is belangrijk, weet je dat? Elke dag moeten we met hem wandelen. Boven natuurlijk geloof geven is om te groeien. Als een zoon of een dochter van de levende God. Een groot geloof is essentieel, hè, om meer wonderen te gaan zien. Want als je geen geloof hebt, zul je dan wonderen gaan zien? Nee, zul je geen wonderen gaan zien. De wereld die zegt altijd van eerst wil ik het zien en dan wil ik geloven. Maar bij God is het net andersom. Eerst geloven en dan mogen zien. En dat is juist zo mooi. Hè? Je hebt twee soorten geloof. Je hebt een natuurlijk geloof en een bovennatuurlijk geloof. De natuurlijke geloof is, ik geloof dat Sunaida vanavond weer naar haar huis gaat. Dat is een natuurlijk geloof. En ik geloof erin dat Jan ook naar zijn huis gaat. Zo geloof. Dat is een natuurlijk geloof.
Ik geloof ook dat, Paul en Annie vanavond weer naar hun huis gaan. Dat is een natuurlijk geloof. Halleluja. Dat hebben we allemaal. Ieder mens heeft dan een natuurlijk geloof. Hebben we allemaal. Stuk voor stuk. Jij gelooft het. Kijk, Erna heeft het boven natuurlijk geloof en een natuurlijk geloof. Maar ze heeft ook een natuurlijk geloof dat ik soms slecht kook. Maar ze heeft ook soms af en toe een boven natuurlijk geloof. Als ze er gaat voor bidden dat het lekker gaat smaken. Ja, dat is iets anders. Ja, dan is het gewoon harder bidden voor je partner dat hij beter gaat koken. Ja, dan is het, of je gaat hem op kookcursus geven, hè? Dat kan natuurlijk ook, hè? Toch, Bouwen? Een kookcursus, ja. Nou, dat is altijd niet zo slecht, hè? Ja. Maar boven natuurlijk geloof, dat is een geloof die is gebaseerd op jouw Bijbel. En weet je, als jij jouw Bijbel leert kennen, dan ben je een heel rijk mens. Want rijkdom komt van God. God zijn principes, die zijn heel anders dan onze principes. Gods principes zijn helemaal niet over geld. Gods principes zijn in het oosten. Daar zijn jullie mee bezig. Dat is een heel ander principe. Jezus ook, hij ging rond. En hij zaaide het woord van God. Goede positieve woorden zaaien. Naar een ander toe is zo belangrijk. En dat deed Jezus ook. Hij ging rond boven aldoende genezenen. Ja? Als je boven natuurlijk geloof hebt, zal je dingen gaan zien. Die andere mensen niet gaan zien. Heb je wel eens meegemaakt dat je engelen hebt gezien? Ja? Heb je wel eens meegemaakt? Ja. Ja? Ja, hier staat ook een engel van de man. Maar dat is iets anders. Ja, ik mag het van mezelf wel zeggen, want God is in mijn leven gekomen en dan ben ik een spiegel van zijn heerlijkheid, dus halleluja. Maar je mag boven natuurlijk dingen zien in je leven. En ik heb wel eens hier engelen gezien. En ik heb engelen gezien die mensen aanraakten en dat mensen genezen werden. Dat is boven natuurlijk. En dan heb je natuurlijk een optimist en een pessimist. En die optimist die zegt van nou, oké, ik geloof je. En die pessimist die zegt, ik wil het weer zien. Maar zo is het ook in het dagelijks leven. We moeten het eigenlijk eerst zien voordat we pas kunnen geloven. En dan is het ook eigenlijk met goddelijke genezing. He, met goddelijke voorziening. Ja, als je geen geloof hebt, dan zal je die bovennatuurlijke dingen niet gaan zien. Zonder een relatie werkt het geloof niet. Je hebt een relatie nodig van de levende God in jouw dagelijks leven. Want zonder een relatie is het alleen maar een religie. Maar God die wil geen religie. Maar hij wil een relatie met jou. Dus elke dag wil hij met jou praten. Elke dag wil hij met jou vertrouwelijk omgaan. Weet je, God heeft een rijke leven. Ja, als je in het bovennatuurlijke groter wordt, maak je minder druk om zaken en om natuurlijke zaken. Nou, dat had ik vandaag ook. We hadden het allebei, één laptop die deed het gewoon niet. Nou, hij startte helemaal niet op. Nou, ik had mij druk kunnen maken en enorm boos kunnen worden. Maar ik bleef gewoon rustig. Ik ben gewoon gaan bidden. En de laptop die werkt weer. We hebben wel een hand ervoor nodig gehad van Leo. Maar hij heeft het gedaan. Maar God die heeft Leo daarvoor gebruikt. En ook de auto ervoor en Erna en Hanneke. Maar prijs de Heer. Wij zijn zo vaak, druk bezig met zoveel dingen. Met zoveel capriolen in de koninkrijk van God ook. Maar God die wil dat niet. God die wil dat je, take it easy. Neem het gewoon, vertrouw op God. He, en het resultaat zal volgens zijn. Dat zal een impact in je leven hebben. Halleluja. Het is gewoon, kijk, we mogen best wel werken. Daar is niks mis mee. He, de Bijbel die heeft het ook over de zweet des aanschijns. Zult gij werken, zult gij ploeteren. Dus jongens, springt er tegenaan. He, word de slaaf van het werk. Nee, dat zegt de Bijbel, zegt dat niet. De Bijbel die heeft het over een heel ander principe. De Bijbel die heeft het over het principe van een koningskind. Nou, Willem-Alexander die zal best wel werken, maar hij zal het wel rustig aan doen. Hij heeft een koninklijke mentaliteit. En dat moeten wij ook hebben. We moeten weten
de zegen van God, die maakt rijk. En zwoegen voegt er niks aan toe. Ik ga het anders verwoorden. De zegen van God heb je alleen maar nodig om succesvol te zijn in je leven. Dus vraag aan God zijn zegen in alles wat je mag doen. En dan zal je succesvol worden. Amen. Dat is een hele andere principe als dat de wereld heeft. En je mag weten dat God, je moet veel tijd gaan spenderen met God. Zo belangrijk. Je relatie. En pak het woord van God. En ga naar YouTube toe. Of ga liederen zingen. Spelen, dansen. Laat je buren meegenieten. Halleluja. Ja, pak de Bijbel. En vertel de duivel dat hij een leugenaar is. Laat zien aan God dat je een bovennatuurlijk leven hebt. Halleluja. Kijk, de bescherming van God is ook op je leven. En dat is in Malachi 3 vers 1. En daar staat, ik zend mijn engel die voor u de weg te bereiden zal. Dus je mag weten dat God jou altijd beschermen wil. Altijd. Ja, natuurlijk niet als je door het rood rijdt. Hè? Dat mag natuurlijk niet. Hè? Dan mag je kan denken, oh weet je wat, ik heb haast, ik rijd door het rood heen. Klaar, God die beschermt mij wel. Nee, dat doet God dus niet. We hebben ons wel te houden aan de wetten. Maar God die wil jou graag beschermen. Kijk, van de week reed ik op de snelweg. En ik had zoiets van, nou Heer, bescherm mij maar. En ik bid dat regelmatig. En ik heb regelmatig meegemaakt als ik 2 seconden later eerder was geweest, dan was ik er niet meer geweest. Maar het was de bescherming van God op mijn weg. Amen. Ik neem jullie ook mee naar de voorziening in uw leven, op uw leven. En dat is Spreuken 10. Vers 22. Ik wil het nog een keer zeggen tegen jou. Ik wil dat jij je Bijbel erbij gaat pakken. Want ik ga je iets leren vandaag. Ik ga je een sleutel ga ik je geven. Pak hem er maar bij. Spreuken 10. En daar heb jij hem. Wil je hem mij voorlezen? Spreuken 10 vers 22. Ja. Zegen de Heeren die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Wil je het anders verwoorden? De zegen van de Heer die maakt rijk. En al wat jij probeert te zal gaan doen, zal er niet toe doen. Dus eigenlijk wil God tegen jou zeggen, vandaag, mijn dochter en mijn zoon, ik wil jullie rijk maken. Maar concentreer je niet op die rijkdom, maar concentreer je op mij. Want als jij op God concentreert, dan concentreer jij je niet op deze aarde, maar concentreer jij je op de hemelse belofte. En God heeft belofte voor jou klaar liggen. Een belofte dat hij wil dat je rijk wordt in hem. Een belofte dat je niet hoeft te zwoegen. Ploeteren noemen we dat ook wel. Maar een belofte, richt je oog op Jezus. Als jij je oog op Jezus richt, dan wordt het een ander iets. Dan sta je in principe met de handen zo te Heer te danken. En ondertussen vult God jouw wensen. Vervult hij die. En dan krijg je dingen die je nooit hebt gekregen. Halleluja. Als je gaat naar 1 Koningen 17 vers 8 tot en met 24. Dan gaat het ook over vermenigvuldiging. Op het leven. Deze vrouw, ze was helemaal hopeloos en waardeloos. Nou, als je kijkt naar deze wereld, dan zijn er heel veel mensen die zijn vandaag, zijn ze hopeloos en waardeloos. Met de crisis, kun je minder kopen. Maar als God wil dat je naar Curaçao gaat, dan ga je naar Curaçao. Of moet hij daar ook een engel voor gebruiken? Hij zal het gaan doen. Als God wil dat jij een beter huis gaat krijgen, dan zou je dat gaan krijgen. Maar ik ga je ook één ding
ga ik je geven wat heel belangrijk is. Kijk, de wereld die heeft het principe van kopen en verkopen. Hè? Jij kan niet naar de winkel gaan en een brood ophalen zonder te kopen. Toch? Nee, want wat gebeurt er dan? Heb je het wel eens geprobeerd of niet? Hè? Dan word je opgepakt. Ja, natuurlijk. Ja, dus je hebt het al een keer geprobeerd. Nee, nee, maar ik heb het al eens een keer geprobeerd. Alleen ik deed niet met brood, maar het was iets anders. Ja. Maar dan word je dus op een gegeven moment opgepakt en dan word je in de gevangenis gezet. Maar God, die kan jou wel, stel je voor dat je helemaal niks thuis te eten hebt. He, en je staat er, Heer, ik heb niks, maar waar wilt u voorzien? Dan geloof ik erin dat God jouw voorziener is in alles. He, en dan staat er misschien iemand bij je deur die jou te eten of te drinken geeft. Dat kan. Want de zegen van God is rijk. Als je deze principe gaat bekijken, dat de man Gods die komt bij de weduwe. Die heeft een kleine kruik en een heel klein beetje olie. En er is hongersnood in dat land. Er is gewoon helemaal niets. En de man Gods die komt op dat moment bij die vrouw. En die zegt, de Heere heeft gesproken. Als jij voor mij een koe pakt, dan zal de Heer voor jou voorzien. En daar geloof ik ook in. Ik geloof erin dat de Heer ook vanavond tot jullie spreekt. Ook dat de Heer vanavond tot je zegt van ik wil je leiden in het bovennatuurlijk geloof. Deze weduwe, ze was helemaal te waardeloos. Ze had één ding, had ze voor ogen. Van, ik maak nu het laatste, mijn galgenmaaltijd maak ik klaar en dan zal ik gaan sterven. Want dan zal ik om gaan komen van honger. Als je kijkt hoeveel kinderen Gods vandaag aan de dag eigenlijk geestelijk honger hebben. Heel veel. Waarom? Omdat ze de Bijbel niet lezen. Omdat ze niet in het woord van God zijn. Ik denk dat het goed is om te mediteren op het woord van God. Denk er eens over na. Niet alleen maar een stukje lezen. En dan ook pakken je weer de Bijbel dicht. Mooi, weer in de kast. Nee, denk er eens over na op dat moment wat de Heilige Geest tot jou te spreken heeft in dat gedeelte. En deze man God, die kwam bij die weduwe geloofde helemaal niet in de God van Elia. Totaal niet. Maar deze weduwe had wel één ding, had ze een onderscheidingsvermogen. Dit is een man Gods. Dit is niet zomaar een man, maar een man Gods die gezonden is. Hij was gezonden om haar leven te geven in overvloed. Zo is Jezus gezonden voor jou om jouw leven te geven in overvloed. Amen. Ja, wij denken dat vaak niet. Wij denken vaak dat wij moeilijk moeten zijn. Hè? Dat we net het kruis als Jezus op ons moeten nemen. Als jij gaat mediteren over het woord van God, wordt het woord van God groter voor jou. Wordt het woord van God levend voor jou. En stel je voor, hè, je hebt iemand, familie. Nou, die familie, die ligt helemaal op apengapen. En die is er helemaal bijna geweest. Eigenlijk bijna kastjeweiler. En dan krijg je dat verhaal van Ananias. Oh nee, nee, niet van Ananias en Safira. Nee, dan krijg je dat verhaal van Talita, kom, meisjes, sta op. Jezus die gaat naar dat huis toe. En al die mensen die zitten daar te janken. Waarom? Dat ze zien het natuurlijke, zien zij alleen maar. In het natuurlijke zou je dood gaan zien. Maar in het bovennatuurlijke zie je leven. En Jezus die zag die leven. En die zei tegen de mensen, jongens, ga maar even allemaal naar buiten toe. En hij sprak tot het meisje. Meisje, sta op in Jezus. Sta op. Hij hoefde niet te zeggen Jezus na, want hij was Jezus. Hij had de volledige autoriteit over leven in dood. En dat meisje stond op. En hij gaf het weer terug aan de ouders. Dat was een bovennatuurlijk wonder. Zo wil God bovennatuurlijke wonderen in jouw leven gaan doen. Hij wil jou transformeren. Hij wil de ziekte van jou afnemen.
Hij wil de gebondenheden wil hij van jou weghalen. Hij wil jou laten grote dingen laten zien. Hij deed het ook bij de discipelen. Hij liet de discipelen ook de bovennatuurlijke dingen zien. En hoe vaak waren ze wel niet verstomd van Jezus. En wat had je? De mensen die religie hadden, die zeiden al, hij wordt gebruikt door de duivel. Kijk uit, hij drijft in de naam van Beelzebul de geesten uit. Nee, de duivel, die is verdeeld tegen zichzelf, maar Jezus niet. Hij weet precies wat hij doet. Amen. Weet dat gewoon, dat je mag groeien in enthousiastheid voor Jezus. In denken van nou, God die gaat grote dingen in mijn leven doen. Misschien heb je enorm veel tegenslagen gehad in je leven. Prijs God ervoor. Klinkt raar. Maar God die kan al die tegenslagen, kan die omturnen tot een vreugdedans. En dat wil hij vanavond ook doen. Hij wil ook vanavond, wil die mensen aanraken, wil die mensen genezen. Misschien zijn die vanavond wel mensen die zeggen, ja, ik heb eigenlijk nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Ik heb wel van God gehoord. Ik ben wel in de kerk geweest. Ik heb me misschien laten dopen. Door een badje van een paar druppels water op mijn hoofd. Maar ik kan eigenlijk Jezus niet. Stel je voor dat Jezus morgen of vanavond terugkomt. Ben je er dan bij? En zo ja, waarom? Dat je gelooft in Jezus. De duivel gelooft ook in Jezus. Maar hij weet dat hij is geslaagd. Hij weet dat hij niet meer de overwinnaar is. Maar Jezus is de overwinnaar. Zo wil God ook jou tot overwinnaar maken vanavond in je leven. Wees vanavond niet langer een slaaf van de duivel. Laat je niet meer indoctrineren door je negatieve gedachten. Maar ik zal zeggen, vanavond word je vrij in de machtige naam van Jezus. Misschien heb je pijn. Dan zou ik tegen je zeggen, die pijn moet je verdrijven in de naam van Jezus. Misschien heb je emotioneel pijn. Dan zou ik tegen je zeggen, ga die emotionele pijn, geef die aan Jezus. Want Hij is het die jou kan veranderen. Hij wil jou een bovennatuurlijk leven, wil die jou geven. Je geloof moet misschien groeien. Maar als ik jullie vraag, hier allemaal, zijn die mensen geweest die wonderen hebben gezien? Ja, wat voor wonderen? Financiële wonderen, halleluja. Wat voor wonderen meer? Huh? Je oren. Ja, amen. Dat je glas, hè? Je oren waren doof. Een tijd geleden was hier ook een vrouw die had een pacemaker nodig. Maar ze ontving de peacemaker, Jezus, in haar leven. Had dit met stoornissen verdwenen helemaal. Dat is God. Financiële wonderen. Prijs Jezus ervoor. Natuurlijke wonderen hebben we ook meegemaakt, maar ook financiële wonderen hebben wij ook meegemaakt. Ook auto's gekregen van de Heer. Het gaat niet om het krijgen. Emotionele wonderen. Juist deze van Bordelijn. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Dat is Jezus. Kijk, bij sommige gemeentes moet je eerst komen om een papiertje in te vullen. En dan verklaar je hierbij dat je lid bent geworden van de kerk. Maar bij God is het anders. Jezus die zegt vanavond tegen jou, van kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En nou wil ik je dat vanavond ook vragen aan jou. Misschien wil je je ogen voor een klein moment sluiten. Dan wil ik gewoon aan je vragen. Ook vanavond. Ja, misschien ben je vroeger wel in de kerk geweest. Misschien heb je wel alles gedaan wat in de Bijbel stond. Maar nou wil ik je vanavond vragen. Persoonlijk aan jou, ben je een dochter of een zoon van de levende God? Is Jezus in je leven? En als Jezus nog niet in je leven is, ja, misschien ben je naar de kerk geweest. Misschien heb je wel heel veel dingen gedaan, maar als ik je vanavond vraag, als Jezus terugkomt, ben je dan bij? Ben je dan bij Hem?
En als je denkt van nee, dat is niet zo, ik ben er nog niet bij, dan wil ik graag je hand zien om je leven aan Jezus te geven. Zijn die mensen die je leven aan de Heer Jezus willen geven? Vanavond. Schaam je niet. Het is een belangrijk ogenblik voor jou. Zeg van ja, ik wil Jezus in mijn leven. Ik wil het gewoon uitspelen. Hier ben ik. Ik wil een dochter of een zoon van u worden. Mag ik je hand zien? Oké, dan ga ik de volgende stap. Zijn die mensen die depressies hebben? Dan wil ik die vragen, eerst de mensen die depressie hebben, om naar voren te gaan komen. Ik heb geloof ervoor dat je nu gaat genezen. Die banden nu van je afgegooid zullen worden in de machtige naam van Jezus. Wil je gaan komen? Zijn er misschien andere mensen die andere klachten hebben? Misschien angst. Misschien word je geïndoctrineerd door enorme angst in je leven. Dan wil ik je vragen om naar voren te gaan komen. Want dan gaan we de jukken van angst verbreken in Jezus' machtige naam. Oké, dan zet maar wat eens op. Thank you.